Na zijn deelname aan Maestro heeft hij gewonnen. Ik heb stage gelopen bij Topnotch, dus ik kende hem al als artiest. Maar daarvoor, hij leefde niet of zo. Als je hem kende, ken je hem en wist je dat hij hard was. Maar daarna, na die Maestro, is hij helemaal gebloot. En tot de dag van vandaag is hij eigenlijk ineens die Maestro guy. Zijn orkest heet Sorkest. Hij heeft letterlijk heel zijn nieuwe marketing gebouwd om de momentum die hij uit Maestro heeft gekregen. Hij is, dus hij is sterk, man. Beethoven heeft hij ook, toch? Beethoven. Ja, album 2. Ja. Snap je, dus ik weet nog, zeg maar, in het begin. Ik zei altijd in die groepsgesprek van, hey boys, er komt een guy aan, Sor. Hij is koulo erre. Jij krijgt pakslag van de dove nigger. Geloven nigger. Ben Beethoven nigger. En ja, het gebeurde maar niet. Ja, en inderdaad, totdat je zegt van dit, ja, de hele nieuwe switch. Niet per se mijn Tory, maar respect de art, man.